Kennen jullie de Brusselse poort, de Bruinkaai, de voormalige Gentse poort of de Groene Gordel? Deze zijn, naast andere locaties, allemaal onderdeel van de vestinggordel van Dendermonde. Dendermonde was ooit een van de vestingsteden die samen een verdedigingsmuur moesten vormen tegen de Fransen na de val van Napoleon in Waterloo. De Wellingtonbarrière. Dat is van vroeger, hè? Ontdek het masterplan om deze vestinggordel te herwaarderen. We willen meer ruimte maken voor ontspanning, historische sites restaureren en water- en groenbuffers aanleggen om ons te beschermen tegen de klimaatverandering. Het stadspark aan het station zou een vervolg kunnen krijgen. De historische Mechelse Poort kan in volle glorie herleven en misschien verandert de Bruinkaai wel in de place to be aan de Schelde. Kortom, een heel nieuw elan voor de vestinggordel rond de stad. Ja, en dan hebben we, naast ons pijpt uiteraard, nog veel meer om fier op te zijn.